Charles van Dijk. Goedenavond. Charles. Goedenavond. Zaterdag, de toppen tegen Hercules. Ja. Zijn we er klaar voor? Nou, het is nu donderdag en we hebben nog 2 dagen, maar het team is er klaar voor. We hebben er zin in. Vorige week goede eerste helft gespeeld. Brommige tweede helft, maar lekker goede overwinning tegen Bevo. Gaf het vertrouwen en zaterdag een hele mooie wedstrijd waar we echt naar uitkijken. Ja, hier thuis nipte overwinning. Ja. Kan je iets zeggen over de sterke punten van de tegenstander van zaterdag? Nou ja, het is gewoon een hele snelle ploeg, jonge ploeg, die gewoon heel veel energie in de wedstrijd stopt. En we hebben hier toen gewonnen, maar toen hadden we alle twee niet onze beste wedstrijd. Dus wat dat betreft belooft gewoon een hele spannende wedstrijd te worden. En we gaan er gewoon vol voor. Ja, ze hebben natuurlijk 2 deukjes opgelopen, hè? Verloren en een gelijkspel. Dus ik denk dat zij wel heel erg gebrand zijn om wat goed te maken. Ja, kijk, we hebben de wedstrijd gezien tegen MAV. Nou, zonder Haas, dat merk je, ze hadden goed beginnen en daarna werd het iets minder. Tegen Aristos heb ik niet gezien, maar goed, bij Aristos uit is het ook niet zo makkelijk winnen. Daar moeten wij nou ook naartoe, dus het blijft gewoon een goede ploeg. En ze zullen daar niet vanuit het lood staan en je begint gewoon 0-0 maar zaterdag. Ja, nu hebben we verleden week Bevo als de eerste wedstrijd van de tweede helft. Ja. Hè? Ben je verder tevreden over de eerste helft? Ja, dat kan super, eigenlijk niet anders, hè? Ja, super tevreden. Ik bedoel, natuurlijk, je speelt 3 keer gelijk. Waarvan je eigenlijk 1 of 2 keer misschien zeggen, nou, misschien wel 2 punten kunnen zijn. Waarvan ook eentje waar je zegt, nou, matsie met een punt. Heel tevreden. We trainen lekker, de sfeer is goed. We doen het boven verwachting, hè, want we gingen voor de eerste 5. We staan nu gedeeld eerste. Ja, heel tevreden. Nou, de selectie op onze 2 vaste zieken naar... Ja. Iedereen fit? Ja, iedereen is fit. Ja, en zin in. En we zitten de training, proberen we net even iets rustiger. Je merkt wel dat iedereen aanhikt tegen kerst. Het is vanaf begin augustus natuurlijk al een heel lang seizoen geweest, 5 keer in de week trainen. Dus we zoeken wel een beetje de balans tussen intensiteit en herstel. Want je moet zaterdag wel fit zijn. Ik bedoel, dat wordt wel heel belangrijk zaterdag. Ja. Ik merk dat er ook bij wat mensen wat vragen zijn over de competitie. Hè? Hoe het nou gaat eindigen, is er al wat bekend? Benelux Liga, nummers 1 tot en met 4, of is dat voor iedereen nog een heel groot vraagteken? Ja, dat is nog een heel groot vraagteken. En ik moet natuurlijk zeggen, van, dan moet je niet mee bezig zijn. Want je moet gewoon iedere wedstrijd gewoon voor een goed resultaat gaan. Maar het is natuurlijk wel jammer dat je op een gegeven moment niet weet waar je toe bent. En of de Benelux nu wel of niet doorgaat. Daar kun je natuurlijk scenario's van maken. Van als het wel doorgaat, dan is dit het. Gaat het niet, dan is dat het. Maar dat hebben we helaas nog niet. Ik verwacht wel dat het ieder moment kan komen. Maar de groep is er nog niet zozeer mee bezig. Het is meer voor ons vanuit van de lange termijn. Van waar gaan we naartoe? Wat is de kans en hoe loopt het allemaal? Maar het is wel zonde dat je nog niet weet. Ja, en zaterdag in Den Haag, Rijswijk. Veel zwart en geel op de tribune? Ik hoop het wel, want het publiek is toch altijd wel van hout. Het komt altijd grote getalen mee. En dat geeft gewoon de spelers een boost. Dus ik hoop echt dat iedereen er is. Ja. Succes zaterdag, Hans. Ja, en wij zullen er zeker zijn. Is goed, John. Tot zaterdag. Tot zaterdag. Jelme Klomp. Yes. Zaterdag de topper tegen Hercules. Zijn we er klaar voor? Ja, zeker. Ja, ik bedoel, je bent zo lang onderweg. Train hard. En dan denk ik dat je altijd voor zo'n wedstrijd er klaar voor bent. We zijn fit, 2 blessures na, maar die hebben we in principe al het hele seizoen. Dus in die zin zijn we gewoon klaar voor. Moet jij nu nog wat extra's doen als aanvoerder of is dat niet echt nodig? Nee, dat is niet nodig. Ik denk zeker voor zo'n wedstrijd dat je iedereen is scherp. En dat merk je ook gewoon in de groep, in de training. Iedereen wil graag zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Leuke wedstrijden. Ja, gaat hard tegen hard, kwaliteit tegen kwaliteit. En ja, daar hoef je niemand op scherp te zetten, dat gebeurt gewoon. Ik denk eerder dat je tegen wat lager geclasseerde ploegen, niks te nadelen van, maar toch altijd wat sneller een beetje onderschat. En dat je dan als aanvoerder wat meer aanwezig moet zijn. En verwacht je veel mensen uit Houten mee naar Rijswijk, daarna, zaterdag? Ik hoop het. Nou, we hebben natuurlijk veel uitwedstrijden gehad waar heel veel supporters mee waren. En, het is natuurlijk een topwedstrijd, dus ik hoop dat er dan eigenlijk nog meer meegaan. En dat we gewoon lekker veel publiek meenemen naar Rijswijk. Dus ze kunnen de trommels verwachten? Ja, die zeker. Ja, ik weet dat de trommels sowieso meegaan. Dus. Oké. Nou, tot nog succes de rest van de week. Dankjewel. En we zien elkaar zaterdag. Zeker. Oké, bedankt. Jij ook. Yeah. Uh-huh. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. Uh-huh. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.
black and yellow.